Ik ben Francis van Broekhuizen en ik mag moeder overste spelen in The Sound of Music. Dat is al vanaf mijn vierde is dat mijn lievelingsmusical. En ik heb de film heb ik meer dan 100 keer gezien. En ik moet altijd iets uit The Sound of Music zingen en dan het liefste Climb Every Mountain. Dus toen ik deze rol aangeboden kreeg, toen was ik gewoon helemaal in de gloria. Ik hou van kloosters en ik hou van nonnen en ik ben zelf heel katholiek opgevoed. En ik heb zelf in een klooster de mis gediend. Dus ik, voor mij als die klokken beginnen te luiden aan het begin van de voorstelling, dan denk ik, oh, we gaan lekker naar de kerk, weet je wel zo. En omdat het dan ook nog in het theater is, wat mijn andere ontzettende grote passie is, is het een soort, ja, komt het allemaal samen. Bij mij kwam ook weer mijn hele jeugd naar voren, dat ik dus in dat klooster ook dezelfde dingen heb meegemaakt als Maria von Trapp. Want ik wilde op een gegeven moment intreden en toen heeft moeder overste tegen mij gezegd, nou, wacht nog even. He, ga nou maar eerst lekker naar school en dan kan je altijd nog zien of je dat echt wil. En dat zeg ik letterlijk in de voorstelling tegen Maria. Wij hadden thuis ook een familiekoor. Wij zongen met z'n allen, mijn broers en ik heb twee broers, we zijn niet met de zevende, maar we werden ook altijd de familie von Trapp genoemd en de familie Broek en het huiskamerkoor. Dus dat is ook al een soort Sound of Music gegeven. En ja, ik ben dus eigenlijk de Sound of Music zelf. Daar kom ik steeds in al die interviews achter. Make-up is bij moeder overste niet superveel. Moeder overste is eigenlijk niet opgemaakt. Het moet voor het toneel vanwege de belichting, maar in wezen heeft ze geen make-up op. Ik heb echt het mooiste habit wat er is. Dat, ik geloof dat het ook nog een duur ding ook is, mooie stof. En die kap is redelijk zwaar op je hoofd, dus je voelt gelijk een soort zwaartekracht. Zodra ik dat habit ook aan heb, ga ik langzamer lopen op het toneel. Er komt een soort rust over me heen. En al die dingen maken dat je je zo'n figuur voelt. Mensen die mij van tv kennen sinds het afgelopen jaar denken allemaal dat ik de hele dag hysterisch in de rondte loop. En ik vind dus zo'n rol heel leuk om te laten zien dat ik ook een rustige, zorgzame kant heb die ik dus kan laten zien in zo'n figuur. Maar dat is ook echt iets van mij. Dat vind ik dan wel leuk. Dat je mensen kunt verrassen door dat je gewoon het vak uitoefent. Ik had al wel eens gehoord dat bij musical altijd zo gezellig was. Maar dat het zo gezellig was, dat had ik helemaal niet kunnen bevroeden. Onze cast is ontzettend leuk. Ik vind het nog steeds een beetje wonderlijk dat in mijn leven dat ik dit nu mag doen.